Hallo, Pegasusjes. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ja, super cool. Dus laten we maar beginnen met zo'n sportje. Nou, we gaan jullie weer eens lekker uitleggen hoe je een Wally Pro in dit te gekke. In dit pakket dat ik nog gespeeld word. Ik krijg ook. Ik heb Arizon. Die krijg je bij een speciaal event. Zoals je weet, dit is je bakkerstrijder Benjamin. Die er alles voor doet om te winnen. Of ja, niet alles. Die altijd wil winnen. Oh, want ik ben trouwens een malle sportief. Nee, ja. Niet goed, mogen. Ja, nog geen idee wat ik zei. Wacht, ga je mijn pakketjes? Ik ga nou een moepje uithalen. Woehoe! Get on! Oh shit! Shit, mijn mopje was uit de hand gelopen. Maar ik kan ook mopjes maken. Hij moet ook eigenlijk betrekken eventjes in het gevecht. Ja, ik gebeur het ook zo. Oeh, daar was ik bijna dood. Nee, jakkes. Ah, ik ben weer uit de ring. Maar nee, ik ga nooit voor me. Nee, ik ga niet voor mezelf spelen. Ik had de hele tijd sowieso gepraat, iets langer. Oh, intussen zijn er aangesprongen in het bordje. Deze ding vind ik eigenlijk ook super ziek. Ik denk de hele tijd dat het Pasen is. Dus er is een super eng geluid. Was van de wasmachine. Boom! Oh, nee. Nee, kap je mee! Echt waar, stelletje oedoon! Oh, kom er ook nog maar aan vertellen. Kom er ook nog maar aan. Is leuk, gezellig. Een heel leuke game met hele leuke advertenties. En dan killen ze hem ook helemaal niet. Nee, dit is ook helemaal niet sarcasme. En dan gebeurt er van zo'n soort shit gebeurt de hele tijd. Oh, krijg ik nu pas horen dat ik niet heb. Echt waar, stelletje oedoon! Nu jij nu lief in de taart halen. Hou me op je wang. Wat? Ik hou van je. Ik ook van jou. Ja. Ik heb nog echt zin in om echt de hele tijd niet het ene wat jullie waarschijnlijk op zijn denken. Om lekker Ali te knuffelen. Oh nee! Daar ging pijn het ook. Daar ging pijn het mis in. Ik heb dus een heel gemeen plan. Nee, ik wil nu eventjes geen ruzie met je hebben. Begrijp dat. Ik hou niet van gevechten waarmee je dood kan gaan in pompen, vriendjes. Het is wel spannend. Ja. Nee, bossie! Echt waar. Ik ga nu wat je voor mezelf spelen, zodat ik weer in de water liep. Laat maar. Ik heb dus geen zin in om nog lang op de tafel te zitten. Want ik wil zo eventjes lekker GTA spelen. Dus ik ga deze padjes naar groen laten zien. En er niks bij vertellen hoe zij. Oké, dat zegt niks voor mij. Ik kan niet stil zijn. Ik kan gewoon niet stil zijn. Hebben jullie ook zoiets? Dat je zegt, vanaf nu ga ik echt helemaal niet meer praten. Stel je gewoon in. 5 seconden later ben je degene die het meeste praat in het huis. Ik heb dat zelf wel. Ik ben gewoon bro, pak hem zijde. Oh jee!
Maar dan komt daar die kouloos skelet aan, die mij dood wilde hebben. Maar dan zeg ik nee, en ik ben niet bij hem te vallen, omdat ik gewoon subliem speel. En hier activeerde ik mijn superboom en had het overleefd. Nu ben ik weer op een blauwe set. Dan is het een nieuw padje. En koud. Koud. Oh, koud. Wat die oortraaiers. Maar laat even een like achter dat jullie GTA ook zo leuk vinden. Dan moet je een like doen dat je GTA leuk vindt. Stel je een GTA niet leuk vindt, doe dan maar geen like. Nee, ja, nu doe ik van zulke sukkel van YouTubers naar. Die zeggen altijd, like dat je dat ook vindt, like dat je dat niet vindt. Maar dat is gewoon gratis likes krijgen! Tenminste dat dat zo is. Maar ik vind er zo'n hekel aan. En mensen die zeggen, like binnen 5 seconden, anders ben je irritant. Dans. Wat Alex Lang doet. Ja, maar waarom zou je dat doen? Je moet hem alleen liken dat je hem leuk vindt. En het min like geeft dat je hem niet leuk vindt. Ah, mijn video's zijn vast wel leuk. Ik kijk mijn video ook wel eens terug. Schrappig. Ik kan ook een keer reageren om mijn eerste video's te maken. Maar ik heb nog niet zoveel video's. En ben nog niet zo ervaren. Good game. Ah, wie is hem? Ik heb nog geen idee wat dat betekent. Ik ben namelijk super slecht in Engels. Moet ook altijd behelpen. Dus grootste hekel aan Engels. Ja, later waarschijnlijk aan Apex kunnen. Maar in dit potje doe ik vrij weinig. Gewoon een pommetje staan daar. Hier een pommetje erbij. Ik hoop dat ik een paar vieze keeltjes kan maken. Een pommen. Het is nog niet wel een makkelijk potje. Nee! Ja, nog één potje en dan kap ik ermee. Ja. Ik wil zo graag GTA spelen. Ik heb gewoon zin in. Ik ben ook wel. Ik wil niet zeggen dat ik goed ben in GTA, maar ook niet slecht. Maar ik had gisteren niet super cool in GTA. Mijn bestie lukte me gewoon niet. En Arie, die doet me. Arie, daarmee ben je op school. Dat was zo dings. Dings. Arie, doe niet. Dat is aviso. Wat betekent aviso? Geweldig? Ja, ik weet toch niks van Engels. Wat kan avisom nou begrijpen? Misschien is het wel niet eens Engels. Maar het is zo'n... Nee! Bedankt voor het kijken, pakken, zetjes. En tot de volgende keer maar weer.